Goeiedag, Martin Kokkenier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. En vandaag heb ik weer een mooie workout voor jullie, waarmee je eigenlijk je hele lichaam traint in een korte tijd. We gaan vandaag maar 15 minuten trainen. Het zijn 5 oefeningen, ik laat ze hier even zien, of hier. Beginnen op push-ups op de knieën, daarna krijgen we knieheffen, high knees. Daarna krijgen we de table row, ga ik even laten zien zo meteen. Knieën wrijven, dus de crunch en de squats. Dit gebruik ik even als tafel, zoals de vorige keer. Je moet zien hier, hier zit je tafel en je gaat er hier onder hangen, zoals ik hier laat zien. Push-ups op de knieën, dien je zo uit te voeren. High knees, op deze manier. Zorg ervoor dat je knieën lekker op heuphoogte zijn, minimaal. De table row, laat ik hier zien. Knieën wrijven, crunch. Laat ik nu hier even zien. En als laatste de squats. Maar kun je nou niet goed squatten, doe dat dan even bij de bank of bij een stoel waar je even kan gaan zitten en weer op kan staan. Heel rustig zitten. Ja? Deze training is 15 minuten lang. Denk wel even aan de warming-up. 5 minuten warming-up. Maar je gaat zoveel mogelijk rondes doen van deze 5 oefeningen. Ja? In 15 minuten tijd. Ik doe zelf 1 ronde. Doe lekker mee. Daarna ga je door totdat je dit kwartier vol hebt gemaakt en schrijf het aantal ronden wat je hebt gehaald, schrijf dat op of hou dat er ergens bij, zodat je als je het nog een keer doet, kunt kijken of je meer hebt gedaan. Ja, wij gaan nu direct van start. 10 push-ups op de knieën. Let's go! Let een beetje op je ademhaling, hè. Hier adem je in, hier adem je uit. In en uit. In en uit. Dan ben ik wel de tel kwijt. En volgens mij zit ik nu op 10. Dan krijgen we high knees, knieën even 20 keer. Twintig dus. Ik tel 1 been. De tafel, lekker eronder hangen. Even zitten. Goed. Knieën gebogen, heupen omhoog. En 10 keer omhoog trekken. 2. Ook hier, hè. Let goed op je ademhaling. Uit en hier. In. Uit. In en uit. Let ook goed op die schouderbladen, dat die goed naar achteren getrokken worden. Ik weet het, tel kwijt. Volgens mij zit ik nu op 10. Oké. Krijgen we knieën wrijven. De crunch. 10 keer. Als het goed is gaat je hartslag al aardig omhoog. Let op, bekken inkantelen en opkomen. En als laatste krijgen we 10 squats voor ronde nummer 1. En zoals ik al zei, hè, lukt het squatten niet zo goed, kun je niet recht blijven. Ga het bij de bank doen, zodat je niet achterover valt tijdens de beweging. 7 volgens mij, 8, 9, 10. Pauze, 1 minuut pauze en dan ga je weer door. Vond je deze video leuk? Geef een like, geef een duimpje. Druk op de bel als je het op YouTube bekijkt. En abonneer op het kanaal van Bodyproof Calisthenics, zodat je geen andere video's meer mist. Mijn naam is Martin Kokken van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Tot de volgende keer!